George Wes Leeds is een hedendaags Duits beeldend kunstenaar. Hij is het bekendst van zijn op zijn kop schilderijen, waarin de motieven ondersteboven worden weergegeven. Wes Leeds was een van de eerste die zich in de jaren 60 van de 20e eeuw keerde tegen de dominante minimalistische abstracte kunst van die dagen en teruggreep naar de wortels van de Europese expressieve schilderkunst. Hij is beïnvloed door Edvard Munch en hij was zelf van grote invloed op de nieuwe werelden. Zijn werk werd binnen de hedendaagse kunst gerekend tot het neo-expressionisme. Het bevindt zich op het snijvlak van figuratie en abstractie. Uiterlijk zijn de schilderijen verwant aan action painting variant van het abstract expressionisme, in een formaat ruige textuur en in gebaren. De schilderijen bevatten duidelijke herkenbare, hoewel door omkering naar het tweede plan gedrukte, figuratieve motieven, waarbij het menselijk figuur de centrale plaats inneemt. Hij werkt ook op groot formaat doek en paneel. Duits beeldhouwer en schilder Anselm Kiefer is een van de meest succesvolle, maar ook meest omstreden kunstenaars van het naoorlogse Duitsland. Sinds 1993 woont en werkt hij in Frankrijk. In zijn werk gebruikt hij materialen als stro, as, klei en lood. Hij ontwikkelt een individuele schilderstijl waarin hij de verf in dikke lagen en vaak gemengd met materialen als modder, zand, stro en haar opbrengt. De verflagen zijn soms zo dik dat hij ze met een bijl af moet hakken of afbranden. Zijn schilderproces weerspiegelt de thema's van de schilderijen, zoals in Malerij der verbranden Erde, een confrontatie met het Duitse natieverleden. In de jaren 60 ontwikkelde Penck een eigenzinnige beeldvocabulaire met tekens en symbolen, ontleend aan elementen uit verschillende culturen zoals grotschilderingen, Egyptische hiërogliefen en moderne wiskunde. Hij noemde dit standaard, een verwijzing naar standaard of norm en naar de uitdrukking ergens voor staan. De standaard doet door de grove expressionistische opzet denken aan kindertekeningen en primitieve volkskunst. Het heeft een anarchistisch karakter. Het is een protest tegen de beteugeling van de mens en de natuur door de verregaande systematisering in de westerse maatschappij. Penck verkreeg in de jaren 80 wereldwijde bekendheid met zijn schilderijen, die zijn gebaseerd op pictogrammen, graffiti en primitieve voorstellingen van menselijke figuren en totemachtige vormen. Hij werd veelvuldig gevraagd voor belangrijke exposities in Londen en New York. Penck's beeldhouwwerk, hoewel minder bekend, heeft dezelfde primitieve thema's als zijn schilderijen en tekeningen. Vaak gebruikte hij alledaagse materialen als hout, flessen, kartonnen dozen, blikjes, afplakband, aluminiumfolie en draad. De sculpturen zijn grove assemblages ruw geschilderd. Zijn kunstwerken zijn geïnspireerd door Paul Klee en Jackson Pollock. De sculpturen doen vaak denken aan de stenen hoofden van Paaseiland en de Oceanische kust. Zijn werk is vaak een weergave van herinneringen die hij van bepaalde plaatsen heeft en dingen, situaties die hij heeft meegemaakt. Als een onderwerp hem interesseert, moet hij het vertellen. Daarom is zijn werk vaak autobiografisch. Zijn kleurgebruik is sober. Hij speelt vaak met zwart, wit en een steunkleur. Hierover geeft hij zelf aan dat hij is beïnvloed door de zwart-wit afbeeldingen van kunstwerken van onder andere Warhol en Rauschenberg. Van de jonge Italianen is Clemente wellicht de meest bekende. De Italiaanse trans-avant-garde, een andere benaming die wordt gebruikt voor de Italiaanse neo-expressionisten, is een beweging die veel ophef veroorzaakt in Italië en de rest van West-Europa.
De term trans-avantgardia werd bedacht door de Italiaanse kunstcriticus Achille Bonito Oliva. Het betekent voorbij de avant-garde. Deze kunst wilde afrekenen met de intellectualistische, dikwijls half kunstfilosofische conceptuele kunst. De herinvoering van emotie en vooral van vreugde in de beeldende kunst. De kunstenaar bediende zich opnieuw van figuratie en symboliek. De belangrijkste trans-avant-garde kunstenaars zijn Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucci en Nicola Di Maria.